Heerlijk nummer, hoor. Heerlijk nummer. De klas weet nog voor niks, hè? Nee, dat is zo leuk. Dat is wel even een dingetje, natuurlijk. Zo, we zijn in Vianen bij school De Voorhof. Dus, hey Ron, dit wordt de leukste battle ooit. We moeten vandaag 4 jongens en 4 meisjes meenemen. Ja, en wat ze niet weten, is dat ze einde van de dag dansen met de echte kinderen voor kinderen. Ja, nee, nou weet de hele school het. Oh, dat is wel waar. Dat is een beetje te hard. Wij willen heel erg graag meedoen naar een zwemsport. Want we zijn de leukste school van Vianen. En wij zijn sowieso de leukste groep 8 van heel Nederland. Hey! Op naar groep 8. Even kijken hoor. Groep 8, dek deze kant. Hallo kinderen! Hey! Goedemorgen! We zijn hier eigenlijk omdat wij 4 jongens en 4 meisjes zoeken die meegaan met de battle. Maar moeten wel sportieve kinderen zijn. Zijn jullie een beetje sportief? Ja, ja, ze zien er echt sportief uit. Zijn ze sportief? Ja. Ja, echt wel. Eerst maar eens even kijken welke 4 jongens en 4 meisjes er mee gaan, toch? Wie zou er graag mee willen? Ik. Nou, druk jij even op de play, Britt. Jullie spelen... Popruim. Dat is een lastig spel, hoor. Heel lastig spel. Dit spel speel je met z'n tweeën. Zeker. Je hebt allebei een schoolboek. Allebei. Ja, geef maar. Speel daarmee een propje naar elkaar over richting de prullenbak. Het propje mag je maximaal 2 keer achter elkaar raken. De 2 duo's die als eerste een propje in de prullenbak slaan, gaan mee naar de battle. Ja! Ja! Yeah! Yes! Ik zou zeggen, naar de gymzaal! Mannen, klaar voor? Ja! 3, 2, 1, go! Balletje valt terug, hè? Nummer 4. Ik ben Koen en ik zit op voetbal. Ik ben Ruben en ik zit op kickboksen en handbal. Ik ben Tigo en ik zit op voetbal en tafeltennis. Ik ben Mike en ik zit op kickboksen. En dit zijn ze dan, mijn 4 mannen! Yeah! Zijn we er klaar voor? Ja! 3, 2, 1, start! Yeah! Oké, concentratie. En een goede school met veel energie. Echt zo snel. Jullie waren fantastisch. Ik ben Emily en ik zit op voetbal. Ik ben Tara en ik zit op voetbal. Ik ben Noor en ik zit op korfbal. Ik ben Mee, ik zit op paardrijden. Dit zijn ze dan, mijn 4 meiden! Hey! Wist je dat een Franse koning gek op dansen was? Lodewijk de 16e hield grote feesten waar ballet werd opgevoerd. Hij danste zelf mee als zon. De zonnekoning werd zijn bijnaam. Dankzij hem kwamen er balletscholen. Superleuk, maar andere mensen wilden losser bewegen. Zo ontstonden er moderne dansen. Zoals de wals. Ah, gezellig. Rock'n'roll. Kijk die beentjes. En jazzdance. Bij hip-hop hoort niet alleen dansen, maar ook graffiti en rappen. Dank u! Hip-hoppers bedenken steeds nieuwe danspassen. Die laat ze op straat zien en daarom heet het street dance. Maar het kan ook binnen. Zelfs in een zwembad wordt er gedanst. Bij synchroon zwemmen. Dat is waterballet. Ah!
Het blijft leuk, ballet. Ik ben gek op ballet. Ja. Ik weet niet hoe het komt, maar ik vind het ballet ik vind het fantastisch. Just watch. Hey, Ron. Hey, jongen, hoe is het? Goed, goed, goed. Kijk eens wie ik bij me heb. Kijk, topteam. Ja. Jongens, dit is onze topper, Olivier, toch? Ja. Hey, Brit. Ik ben Dorit. Dit zijn we meiden vandaag. En wij moeten vandaag de jongens verslaan. En we gaan de jongens verslaan door middel van een dans. Mm-hmm. En die dans gaan we van jou leren. Ja. Nou, slecht nieuws is dat ze geen van hun echt kan dansen. Iedereen kan dansen. Ja, nou, Koen, nog nooit gedanst? Nee, echt niet. Ja, zelf in mijn kamer. Maar wie van jullie kan al een beetje dansen? Allemaal? Laten we dan maar beginnen bij het begin. En dat is het eerste gedeelte. Ja. Dat is nog alleen nog een beetje staan. Alleen even staan en een beetje poses. Dat kunnen we wel, toch? Ja. Dan hebben we het eerste accent is op. Is een hey. En dan mag je meeroepen, hè? Hey. Hey. Dan pakken we hem. Ho is hier. Ho. En wat we dan nog doen, doen we nog één coole pose die jullie zelf verzinnen. Oké, ik doe deze. Hey. Ik doe wel deze. Doe de andere kant op. Ja. Dan gaan we met z'n allen lopen naar die kant. 4 en 1, 2, 3, 4 en 1, 2, 3, 4. Ja? Oké, ik ben zo benieuwd hoe de jongens het doen. Ja. Ik moet het zien hoe zij het doen. Kom, heel zachtjes, ze mogen het niet horen. Sst. Ik ben zo benieuwd dat dit niet... Stap, stap, spring, terug. Hey, niet kijken! Boek weg, 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 weg! Oké, maar het zag er sowieso niet beter uit dan ons. Nu al niet. Nee. We pakken allemaal onze rechterhand. Je doet 1, 2, 3, in. Ren, ren, uit, in. Klap, klap, hand, yes, yes. 1, 2, 3, in. 1, 2, 3, en. Goed zo. Nice. Dan heb je deze gehad. Daarna maak je een soort van treintje. Dat gaat allemaal naar die kant op. Dus ik hou jouw schouders vast. En je doet eentje naar links en naar rechts. Draai je om. En dan doe je stap naar links. Stap naar rechts. Links naar rechts gewoon. Dus je hebt klap, klap, hand vast en laag. Gelijk omdraaien. En naar links en naar rechts. Nice. 5, 6, 7 en loop, loop, spring. En klap, klap en de. Treintje en treintje. Klap, klap en de. Heel goed. Denk je dat het ook zonder mij kunnen? Ja. Oh, nu is het moment daar. Jullie moeten alleen gaan doen. Iedereen aan de kant. Nog een keer. Samen zetten we sneller. Hand. Hand in hand. Springen. Applaus voor jezelf. Zijn jullie er klaar voor om die meiden te verslaan? Ja. Vind je de Kinderen voor Kinderen cool eigenlijk? Ja, ja. Ik vind het echt wel leuk. Ik leer daar ook heel veel vaak danspasjes van. Zal ik iets heel vets vertellen? Oké. We gaan zo meteen dansen met Kinderen voor Kinderen. Echt. Dus jullie dansen niet alleen. Jullie staan echt met Kinderen voor Kinderen staan daar te dansen. Nee. Maar nog iets heel cools. De grote, grote finale is niet hier in deze simpele zaal. Maar die gaan we spelen. Nou, eigenlijk spelen, dansen. In een echt theater. Serieus. Serieus, een echt theater. Publiek. Ja. Wat vinden jullie ervan? Cool. Supercool. Supercool? Ja. Ik zou zeggen, zo mag we naar het theater gaan. Ja. Oké, meiden. Een beetje poeder. Een beetje poeder. 79, 80, 81, 82. Hey! Hallo! Hi. Ik ben Brit. Ik ben Jensy. Hoi. Hey, kijk nou eens. Jullie zijn maar Kinderen voor Kinderen, hè? Ja. Jullie gaan met ons dansen? Ja. Jullie zijn een beetje voor de jongens, ook jullie dansen met ons mee, toch? Ja. Nou, wij hebben de hele dag supergoed geoefend. Dus we hebben er heel veel zin in en we willen heel graag winnen. Gaan we. Ja, toch? Oké, top. Nou, high five. Zullen we het gewoon gaan doen? Ja. Het is echt heel veel mensen. Het komt volgens mij helemaal goed. Dus jullie gewoon lekker doen, ze hebben gerepeteerd.
Gaat goed komen. Ja. Wij gaan winnen. Hallo! Hallo allemaal. Hallo. Goedemiddag. Vanmorgen zijn wij naar school De Voorhof geweest in Vianen. En daar zijn wij 4 jongens en 4 meisjes geselecteerd. En de bedoeling is eigenlijk dat wij een dans gaan doen samen met Kinderen voor Kinderen. En daar staan ze al, geef ze een applaus, de Kinderen voor Kinderen. Ja, goed gedaan. Hallo. En we hebben ook een fantastische jury. Waar gaan jullie vanavond op letten? We gaan in de eerste instantie een beetje kijken of de pasjes die geleerd zijn, of die een beetje kloppen. Juist. En dan is het vooral ook heel belangrijk dat er een gevoel in zit. Dus dat er expressie in zit, dat ze lol hebben. En okay, dat gewoon een show wordt gegeven. Oké, okay, nou, we beginnen dus bij de meiden. Daarna gaan de mannen en daarna gaan we bekendmaken wie uiteindelijk heeft gewonnen. Oh, super spannend. Nou, Britt, aan jou. Oké, zullen we niet langer wachten? Mag ik een heel groot applaus voor de meiden? Oké, meiden, ga klaarstaan. Heel veel succes. Geef me een brasa, kom eens hier, kom eens hier. Hey! De salsa bossa, geef plezier, veel plezier. Oh! Laat nu eens staan, doe een kick, doe een kick. En geef een like, dat is hip, dat is hip. Oranje, geel, groen of blauw, de regenboog houdt ook van jou. Rood, paars, zwart of wit, als er maar gevoel in zit. Iedereen aan de kant. Was super spannend, hè? Ja. Meiden, jullie mogen even naar achter. Dan komen zo meteen de jongens. En dan gaan we gewoon heel hard duimen dat wij het een beetje beter gedaan hebben, ja? Ja. Oké, nog één keer een grote applaus voor de meiden. Ja. Top gedaan. Ja, mannen. Goed, hoor. Oké, jongens, wens ik jullie heel veel succes, mannen. Oké, dan komen ze. Mijn mannen! Goed gedaan, mannen. Goed, hoor. Heel goed. Nou, jullie ook. Ontzettend bedankt. We gaan de jury even laten beraden. Ik denk dat ze het heel makkelijk hebben, maar kom, we gaan even naar achteren toe. Ja, heel goed gedaan. Applaus voor de mannen. Ik vond bij de meisjes heel mooi gelijk. En ik vond ook dat je het plezier heel goed zag. Ja. Dat heel gelijk ging was dat stukje dat ze in dat vierkantje liepen. Ja, en de ratslag. De ratslag ging ook nog gelijk. Ja. Bij de jongens vond ik het eigenlijk ook wel heel goed gelijk gaan. Ja. Wat me echt ook opviel is dat er gewoon ook heel goed ritme was. Ja, ik vond hun energie heel hoog liggen. Ja. Ja. Ik denk dat we het wel eens zijn. Ik denk het ook. Dan gaan we nu in dit prachtige theater van Vianen de bekendmaken wie het heeft gewonnen. Ik ga het kaartje pakken, ja? Super spannend. Was het moeilijk, jury? Lag het dicht bij elkaar? Zeker. Ja, zeker. Ron, hou ons niet langer in spanning. Dat betekent dat deze dance battle is gewonnen door de mannen! Hij deed het wel! Meiden, jullie hebben het ook supergoed gedaan. Mag ik nog één keer een groot applaus voor de meiden?
volgende keer weer bij een nieuwe battle. Wat was het gaaf, hè? Heel goed.